Dus onderweg en er naartoe. En toen waren we nog maar 200, 300 meter. En toen was zo wat bij de hoogte van Van der Werf bij de Oostzee. En toen kwamen de golven al over de weg aangerold. Ik zei, ja, dat is. Toen konden we gewoon weg, niet weg. En we keken in de Dulven. Nou, die werden nog glad vol. En het tweede, dat liep achter ons aan en we konden nauwelijks voorhouden. Dus terug naar het dorp. En nou, onderweg nog enkele mensen geprobeerd om te waarschuwen, opgeklopt, he, want er werden verschijnen die dat nog niet wisten. En toen aan we thuis kwamen, nou, toen werden we dadelijk begonnen om het gewoon nodige, tenminste de meubels die wat waard waren, naar boven te brengen. En toen dat we er goed mee bezig waren, ja, toen zaten we nog met het karpet, met de vloerbelegging. Die zat vast. Dat was niet zo eenvoudig. Maar afijn dat men een beetje geforceerd en maar los trok. Men werd er nog niet mee klaar en dan komt weer de deur in de hand. Ze zei, ja, wat is dat nu toch? En ja, en al maar hoger en hoger. En toen naar de zolder natuurlijk, om te hun kwijt te lopen. Nee. En ja, toen zagen we het zachtjes aan stijgen, de ene tree, de andere tree. Toen kwam het ongeveer aan de zevende tree aan. Nou, en dan zaten we daar boven. En ja, kon die weg. En gelukkig hadden we nog een beetje proviant meegenomen. Maar brood, kaas en pannen, alles wat ongeveer, melk enzovoorts, dat was naar boven gebracht. En petroliestel. En toevallig een busolie ook nog. En bij toeval ook nog een ketelsoep die we klaargemaakt hadden voor de volgende dag. Die hebben ook. Dus daar werden we dan wel mee gespannen. En weten dat hadden we, maar dat hadden we een kreentje. Dus op dat gebied dan hadden we heel last. Maar die andere mensen natuurlijk, die dat niet hadden en ook niet in iets dat allemaal kunnen voorzien hadden of gelegenheid hadden om naar boven te komen, nou, die hadden natuurlijk gebrek geleden, verschrikkelijk. Er was hier onze buurvrouw, dat was een oud mens van in de 80 en die was krepel en die was maar alleen. Nou, en die heeft nog geprobeerd om op de trap te komen, een trap eigenlijk niet, was maar een ladder. En ja, en de zat ze, die had niks, totaal niks. En die heeft dan ongeveer zo anderhalve dag gezeten voordat er iemand bieden kon komen om ze wat te geven. Maar toen dan in de loop van de dag, dat water, dat is op 80 centimeter, is het ongeveer gestegen. Nou, zo, dus we konden er niet door. Toen merkten we dat het een en ander wat er nog stond, dat kap nog. Er zwaar bijvoorbeeld. Dan hoorde je het trinkelen van die glazen die erin stonden. Het was een nochter iets, hè. En de tafel, we dachten die zou wel staan, maar die ging aan drieven, nee, naar boven. En dan hoorde je telkens dat geklots. Nou, dat was een akelige toestand. En je kon niks van elkaar weten, want het was je kon nog niet praten ook. Er was hier de vrouw van de burgemeester, die was hier rechtover. En die man was er dan naartoe en die zat ook al te kijken en wou ook wat vragen, maar we kon er niet aan praten, hier een klein eindje nog, om vanwege de harde wind. Nou, toen hebben we er mee gezeten, zonder licht, want hij lijkt zelfs weg. En ja, toen we wachten tot de andere ochtend. Toen het hebben was, dat was ongeveer om een uur of negen zeker, en toen was het weer dan zo gezakt, dat er nou op je bloot worden, ja, nog wat nat, maar dan konden we toch deur. Dus dan is gaan kijken hoe dat het zat in de omgeving en ook eens bij de buren. Maar dan komt het weer bij de volgende dier. En dacht, ja, wat zou het nu worden? Maar toen kwam het geen 80 centimeter, maar toen kwam het 1,70 meter. Dus toen zaten we helemaal gevangen. Nee. Toen werd een belabberde toestand. Een hele nacht natuurlijk niet geslapen, want er was geen denken over. En nou, toen hadden we dat gehad hadden. Toen kwamen ze met de roeibootjes die varen door de straten. Hier over deze tuin, die is een meter hoog. En daar gingen ze gewoon overheen varen. Dat was een verschrikkelijk gezicht.
En dat varen van hier naar daar, overal. En die brokken dan brood aan die mensen die overvallen werden. En toen ben ze begonnen om de oude mensen en de zieke mensen op te halen in die bootjes. Die bootjes, die roeibootjes, kwamen van ons west al. En toen kwamen er ook nog een paar in de badpolder. Die was nog niet onder. En er was onder andere de lokale burgemeester Petijn. En die riep, oh je mag goed hoor, kom wel west. Maar fijn, je kon je wel goed houden, maar je kon er niet uit heen.